Hier zitten we met die typische oorspronkelijke waterberg Jean Marais. Mannelijke keels, chocoladebrein. Dan vat je die marikelle. Kijk hoe lekker ze keel. En als we samenwerken met de tierbewaren, om uit te vinden waar is nog zulke planten. Ik heb hem per ongeluk in de handen gekregen, ik heb hem niet gesteeld. Maar ik wil hem graag in het voortbestaan en vermeerder. Zo ik hoop, iemand zal een dag uitkomen, laat ons kan die goed beschrijven. Hier pleitje heb ik aangezet met een nummer. Zodat in elke soort plant, het een nummer en ik het in een boek, het ik die nummers geschreven en net geschreven wat het is. Zoals ik die dag voor hem toe gaan, dat mijn kleinkinders weten wat ze planten is. Het gaat weer van mij om die voortbestaan en die bouw van die plant. Is daar enige tricks of the trade wat oom Roelof het met broodbome? Baie liefde. En baie geduld. Broodbome krijg je of een mannelijke plant of een vrouwelijke plant. Dat is net tussenin. Dan vat je die mannelijke plant, ze stuifmeel, hier is nou nie dieselfde soort nie. Je skud het uit op een stukje papier, los het op in water en spuit het met een spuit hierin. Hy wijf die plant, keverkie, ga nou wel en bestuif, want hy beweeg eerst van die mannelijke plant en in by die vrouwelijke plant, dan les hy eerst binnen in die, want hy sade omnule, sag, dan les hy eerkies in. As jy dan die saad oes en oopmaak, dan is daar sekere 20 keverkies binnen. En hy vreed die hele inhoud van die saad. Die soorte hou van koelte, soos hy wil hou, meer jou groen plante, kan nie baie erg son vat, soos hy wil hou, soos hy hou van amper dooie koelte. Maar dan krijg jy jou blauwe plante, soos hier die Jean Marais groep, jou Lamanis, jou Princepse. Maar hy het net een blauw was, allemaal is groen. Die blauwe plant het net een blauw waslaagje op. En dit is om tegen die son. Hier is een baie interessante plant van uit Afrika uit. Hy groei in die Kwango-Vallei tussen Angola en die DRK. Dit is die Laurentianus. Hulle beweer sy ragges word 7 tot 8 meter lang. So hier is nog maar seker so 3 meter. We hebben nog meer as verdubbel as hy ouer, is nog jong plante, baie kragtige groeier, en om hom makkelijk uit te ken, kyk hoe slap blaar het hy. Hy het nie stuive blaar, soos die meeste van ons brood. Oom Roelof, iemand het ons een paar jaar terug 10.000 sade gebring. Wie was dit en hulle het vir Susan by IP gegeen? Vir Susan Meiber gegeen, en ek het dit by Susan gekoop. Bradford, ek geloof nie my leven meer nie. Hy het laatst ook gesê dat hy Alzheimer gehad.